Zo, Tony Pino achter de camera. Kijk eens, daar is hij weer. Wow, dit keer staat de zon er op een andere manier op. Kijk dan, dit is nu pas de eerste van het jaar die we tegenkomen. Kijk dan, deze plant is giftig. Dat sowieso, dat is één ding wat zeker is. Als die scherpe cellen. Kijk dan, een paar uur geleden heeft het hier geregend. Gaaf jong. Nog even en dan staat het hier helemaal vol met dit soort planten. Gaaf jong. Kijk dan hoeveel bosbessen hier staan. Maar er zit nog niks aan, of wel? Nou, wacht even, er komt volgens mij. Even kijken. Ja. Dat duurt niet al te lang meer. Maar ja, als het weer een paar keer stortregent, dan zijn ze weer weg. En dan is dit, als het goed is, het vierde of het vijfde jaar dat er geen bosbessen zijn. Of tenminste, heel erg weinig. Ik heb een keer jaren meegemaakt, jongen, dan kon je echt tientallen liters gewoon zo in één dag uit het bos halen, had je veel zocht. Ik zit even te kijken of er niks aan zit. Even kijken of ik een mooie kan. Ja, hij zat tot nu toe volgens mij nog niet. Oh, het is wel heel erg mooi groen in het bos, moet je kijken. Wow, het ziet er best wel anders uit. Nu zijn we om en om 12 uur in de middag. Misschien dat het nog geen eens 12 uur is. Maar dan ziet het er echt wel anders uit. Kijk dan wat hier allemaal staat. Hey, straaljager? Ja. Even kijken, wow, we hebben weer geluk. Ik denk niet dat we... Nee, die gaan we niet krijgen. Die is te ver weg. Daarachter is trouwens de militaire basis. Dus ze zijn voor de zoveelste keer weer aan het oefenen. Maar wacht even. Kan zijn dat ik eekhoorns toevallig tegenkom. Je weet maar nooit. Ja, meestal in de avonduren. Maar ik denk dat er overdag weinig is om te filmen. Maar goed, je kan altijd geluk hebben. Kijk eens wat de zwijnen weer aangericht hebben. Ze hebben weer lopen graven, maar dit ziet er niet uit als dat een beest het gedaan heeft. Oh, jawel. Kan natuurlijk ook iemand zijn geweest met een metaaldetector. We gaan binnenkort misschien magneet vissen. Een nieuwe sport van mij. Dan gaan we een magneet kopen, die 110 kilo kan opbeuren. En dan gaan we een bootje aanschaffen. En dan gaan we eens even kijken wat we uit de sloten kunnen halen.
dacht dat we echt wel veel meer mensen tegenkwamen rond dit tijdstip, maar hier helemaal niemand, jong. Hier is het toch altijd rustig in Ede-Wageningen. Ik hoorde alleen net wel wat. Dat is meestal, hè, maar je stilstaat, dan hoor je wat. Kijk dan, militaire basis. Ginkelse Heide. Ja. Laat maar eens even gaan kijken wat hierachter is. Achter deze bult. Gaaf, jong. We zijn weer bezig met een vlog. Oh, heerlijk, het is weer zover. Kijk dan, als je goed kijkt, dan komt er zo dadelijk een brommetje voorbij. Daar komt hij. Let op. Wow, daar was hij. Oh, hij heeft me niet in de gaten. Kijk dan wat die zwijnen gedaan hebben. Alles hebben ze omgeploegd. Maar we gaan even kijken of onze ex-hut er nog is. Die moet aan die kant zijn. Het is misschien wel, nou, 6, 8 jaar. Nee, wacht, langer. 8? Nee, nou, misschien wel 9 jaar geleden. Toen kwamen we hier vaak in de nachtelijke uren. En toen hadden we een soort hut gemaakt. En dan moet er nog steeds... Wow. Wacht. Wat zit er achter die boom? Ja, kijk dan. Ik heb geluk. Wow, dit is nu geluk hebben. Wacht. Als ik nou stil blijf staan, komen ze misschien terug. Dit is echt gaaf. Wow, in één keer zo... Ik kan ze op het moment niet meer zien. Wow, dit is wel gaaf. Kijk dan, ze zaten hier gewoon op een soort van tak. Zie je dat? Kijk dan, allemaal kleine boompjes. Ah, wacht. Daar zijn ze. Ik zie ze alleen niet meer. Ah, wacht. Daar zijn ze. Het zijn vinken volgens mij. Gaaf. Vinken. Kan zijn dat het dichterbij kan komen. Shit, nou gaat de één weg en de tweede gaat ook weg. Waar gaat die heen? Ja, nou ben ik ze kwijt, want ze zitten daar bij die bomen nu. Wow, dat was wel mooi. Maar waar één vink zit, zijn er meestal meerdere. Wacht. Nee. Ja, ik hoor er meerdere. En ik hoor het geluid van een chinook. Maar moet je die bomen kijken, hoe raar die eruit zien? Ik weet niet of jullie het horen, maar ik hoor duidelijk het geluid van een chinook. Het heeft hier veel geregend, zo te zien. En dat is vanochtend nog gevallen. Ja, even kijken, wat zal ik gaan doen? Zal ik hier achter gaan kijken? Ik ga hier gewoon achter kijken, ja. Ah, kijk eens. Wow. Het heeft behoorlijk geregend, zo te zien. Oh ja, we zouden naar onze hut gaan. Moet ik alleen even kijken of we die kunnen vinden. Wow, het is hier echt behoorlijk nat. Kijk dan. Een hele waterplas in het bos. Wow. Buienraden hadden toch goed. In Arnhem viel er geen regen. Maar hier in Ede, in het bos de Sijsselt, is er volgens mij heel veel gevallen. Oh. Het is ook nog redelijk helder water. En ze hebben er een plank in gedaan. En er groeit zelfs gras. Kijk dan. Even kijken. We gaan onze oude hut opzoeken. Jezus, waar was die ook alweer? Ah, recht voor ons. Ja, zeker weten. Zeker weten. Kijk hoor. Dan moet die hier achter deze megabult zijn. Kijk over.
Hij is afgebroken. Wow, ze hebben hem afgebroken. Hier zat hij in de boom. Oh, oké dan. Best jammer. Dat weten we dan ook weer. Vet. Hey, wow, dat is nou wel gaaf. Want nu kunnen we via de andere kant naar de wildobservatiepost gaan. Eens een keer via de zijkant van de legerbasis. Kan ik jullie dat ook eens een keer laten zien? Yeah, gee. Vet, jong. En ik heb ook weer een geocache bij me. Ik wil eens een keer een geocache voor jullie verstoppen die echt heel vet, vet verstopt is, jong. En zo te zien is dit wel een mooie plaats ergens. Oh, kijk dan. Hier hebben ze met tanks gereden. Oh, ik ben echt blij, jongen. Eindelijk wordt het een beetje zomer. Ah, wacht, ik ben op het punt gekomen waar ik een keer s'nachts hadden we eens een keer hierachter, en dan praat ik ongeveer 350 tot 400 meter ongeveer. Het is nog geen halve kilometer, er loopt de N224 loopt daar. En toen kregen we een keer pannen met de scooter, toen kregen we een lekker achterband. En toen zijn we hier de basis op gegaan en dan weet ik nog heel goed, dan zijn we voor die ronding, dus hier ergens, zijn we in het bos in gegaan en toen hebben we daar de hele nacht ja, gewoon lopen doorhalen, weet je. We hadden bier bij ons en al die dingen meer. En toen, de volgende ochtend zijn we richting station Arnhem gelopen, dacht ik. En dan zijn we de trein opgegaan. En toen waren we helemaal naar de kloten, dat weet ik wel, jong. Dat was toen echt een belevenis, was dat. Even kijken, hoor. Kijk dan, hier rijden normaal rijden hier de tanks altijd. En heel af en toe dat er nog eentje rijdt. En hierboven vliegt ook af en toe de Chinook. En dat is in dit gebied heel normaal. Er gebeurt dat meerdere malen per week. Ik zal eens even kijken. Kijk dan, dit is wel mooi. Hier heb je zo'n grote... Wacht, kijk. Zie je dat? Links kijken, rechts kijken. Hier loopt een pad naar boven, zie je? Het kan zijn dat het... Dit... Hey, wacht, vet. Hier is een soort van ingang, zie je dat? Dit wordt al vaker gebruikt. Ja, als je dan daarachter gaat, dan heb je het pad naar de wildobservatiepost. Die we altijd lopen. Maar dat gaan we dus nou niet doen. We gaan nu via de andere kant. Als er geen lege voertuigen aankomen... Het is vandaag stil, jong. Ik had het echt vele malen drukker verwacht. Maar ja, boeien. Ik hoop alleen nog dat we vandaag geluk hebben. Dat we herten vinden. Kijk dan, dat beest. Een torretje. En wat is dat? Een steen. Of een schedel? Nee, een steen. Oh, kijk dan, vet jong. Maar ik ga de vlog weer beëindigen. Dan kan ik nog meer filmpjes maken. Ach, en onze eerste vlinder. Die we niet voor de camera gaan krijgen? Nee. Dan was hij weer de vlog. Ze zeggen tot de volgende keer. Doei!